Het wielerdorp van Nederland. Ze zijn er in Sint-Willebrord apentrots op en dat mag ook wel met 4 etappenwinnaars in de Tour. Waaronder natuurlijk Wim van Est. Nee, hier hoef je ze niet te leren fietsen. Zou je denken. De fietsvaardigheid in Sint-Willebrord is echt goed op orde. Maar wat het geval is, een elektrische fiets is echt een hele andere fiets dan een normale fiets. Ze zijn zwaarder. Ze zijn in die zin natuurlijk met de trapondersteuning ook dat ze mensen echt helpen. Maar sommige mensen schrikken ervan. Daarom wordt er fietsles gegeven, speciaal bedoeld voor senioren. Ook al komen ze uit het wielerdorp van Nederland. Want ook hier springen ze steeds vaker op de elektrische fiets. Ja, je moet er even aan wennen. Dat is een accu. De accu, hè. En dat weegt wel wat. Ja, dat weegt zeker wel wat. Je zet er wat hoger is, hè. Ja. Dan schiet je niet eens vooruit. Maar het is eigenlijk een beetje doping, hè, dit? Ja, eigenlijk wel. Maar mag dat wel dan? Niet in je lichaam, maar het zit in je achterwiel of in je voorwiel natuurlijk. Ja. Dus dan mag het? Dat mag, als jij er verder niks over vertelt. Oké, dat beloven we. Maar zo'n fiets blijft toch wel even wennen? Beide voeten op de grond zetten, dat was het beste. Maar dat staat toch niet chic? Nee, eigenlijk niet. Zo. Maar dat is niet zo elegant, hè? Nee, is niet zo elegant, want ik doe het liever met één voet eroverheen. Ja, dat is netjes, hè? Ja, hè? Maar dat mag dus niet. Nee, dat vinden ze niet goed. Tja, safety first, maar nu nog de ultieme test. Meneer, lukt dat nou ook als ik achterop ga zo'n balletje pakken? Als ik achterop ga, lukt dat dan ook zo'n balletje pakken? Nou, gaan we. Probeer hem maar te pakken. Wow, super.